Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn dag 4 en we zijn onderweg naar het ontbijt. Ik heb mijn bikini al aan. We gaan vandaag normaal een stranddag houden. Ons hotel heeft 2 privéstrandjes, dus we gaan afwisselen van een strandje. En misschien ook naar het zwembad, want het wordt vandaag een heel warme dag. Met geen schaduwmogelijkheden. Het wordt vandaag een hete. Dus we gaan nu naar het ontbijt en lekker ontbijten. We zijn nu onderweg naar het strandje Cala Gracia, ofwel Cala Gracionetra. We zijn nog aan het kijken welke we gaan nemen. We hebben ons op ons gemak ontbeten. En nu zijn we de wandeling naar beneden aan het maken. We hebben juist ook gebruik gemaakt van de buggyservice, want het is vandaag echt wel warm. En ik heb een bikini aan van Shein. We zijn nu naar beneden aan het wandelen. Berg. Ik weet echt niet of jullie het hier goed kunnen zien. Dus we gaan nu eerst naar Cala Gracionetra. Dat is het kleine baadje van ons hotel. Het is best ook wel super mooi. Daar heeft ook een restaurant bij. En is het dichtste bij, want anders moeten we nog een stuk wandelen. En het is best warm en anders moeten we straks voor het eten de grootste klim terugmaken. Dus namiddag gaan we dan naar het grote strand. Yes.
gaan nu lunchen. En we hebben juist gesnorkeld in Cala Gracioneta voor als je ooit naar Ibiza mocht komen. Het is een strand van ons hotel, maar het is ook een openbaar strand. Super mooi baadje, het is klein, dus ik zou aanraden om vroeg te gaan, want er is weinig plaats om te liggen. We hebben dus juist de klim naar boven gedaan. En we hebben een paar uur dus daar gezwommen. We hebben ook een paar kwallen gezien. En de Spanjaarden haalden die blijkbaar met zakken, plastieke zakken uit het water en gooien die dan op de rotsen. Maar het waren roze kwallen en roze kwallen zijn blijkbaar gevaarlijk. Dus we gaan er eens opzoeken wat ze juist daarmee bedoelen. En dan ga ik jullie dat ook laten weten. Ik weet eigenlijk ook niet. Ik had ook nog nooit roze kwallen gezien. Alleen nog maar die doorzichtige die we in België ook hebben. Dus ik ben benieuwd wat ze daarmee bedoelen. Maar we zijn aan de inkom, dus we gaan nu... Wandelen. Ik kom juist vandaag naar Cala Gracioneta terug, omdat hier kiezelstrand is en we hebben geen watersloegjes bij. Ik heb wel verder gesnorkeld tot waar die mensen hier zijn ongeveer. Maar de rest wil hier niet zwemmen, dus dan gaan we naar het andere wijken terug. We zijn nu terug aan het wandelen van Cala Gracioneta naar het hotel voor ons zo meteen te gaan klaarmaken voor het avondeten. Maar we gaan eerst nog snacks eten.
naar het avondeten. Ik heb een kleedje aan van Guess, wat van achter een open rug heeft. Dus we gaan nu eten en daarna gaan we zien. Misschien naar de zonsondergang kijken. Misschien naar de avondanimatie. Of misschien naar San Antonio. Of gewoon een wandeling maken, we weten het nog niet. Dus we zullen nog zien wat we deze avond gaan doen. Ik heb gemarineerd gebraad. Dit is een soort vislasagne. Dit is iets van een kipcorn. En dit is een groente schotel. We hebben juist gegeten. En nu zijn we onderweg naar ons zonsondergangspot. En dat is een hele wandeling er naartoe. We hebben nog een 20-tal minuten eer dat de zon ondergaat. En het is nog 10 minuten wandelen, dus we hebben nog tijd. Ik wou nog zeggen, ik heb oorbellen aan van Shein. Ringen zijn ook van Shein. En dan zal ik straks mijn enkeljuwelen ook nog laten zien. Zijn ook van Shein. Een kleedje had ik al gezegd, is van Guess. Voor de rest heb ik niks aan. Ja, ik heb slippers aan, maar ik weet niet van waar dat die zijn.
terug op de kamer. Het is 10:30, denk ik. Ik ben niet 100% zeker. We gaan direct slapen. Morgen moeten we vroeg opstaan, heel vroeg. Om 7:30 moeten wij aan het ontbijt staan. Om 7:50 moeten wij de bus nemen naar Ibiza stad. Allee, komt ons halen met de bus naar Ibiza stad. En van daaruit nemen we dan de boot naar Formentera. En dan gaan we daar de hele dag doorbrengen tot 5:00. En dan nemen we de boot terug naar Ibiza stad. En dan komen we terug naar San Antonio, waar we verblijven. We hebben nog wat meegekeken met de avondanimatie, want vandaag was het een quiz. Het was wel wat ambiance. Dus daar hebben we nog aan meegekeken. Daarna is er nog wat muziek geweest. Daarna hebben we nog iets gezellig gedronken onder ons gezin. En dan ja, waren we eerst naar de zonsondergang gaan kijken. Nu niet op de rotsen, maar langs het hotel heb je een paadje en daar heb je een uitkijkpunt. En daar waren we nu eens gaan kijken. Super mooi. De zon was prachtig deze avond. Dus zonsondergang ook. We hebben weer een mooie wandeling gedaan. Vandaag hebben we ook weer super veel stappen erop zitten. Gisteren hadden we 17 of 18.000 stappen en vandaag denk 16.000. Dus we komen hier wel aan ons aantal stappen. Dat is ook goed, want we eten ook het aantal calorieën. Dus het compenseert zich wel. Vooral ik, want ik hou van mijn desserts. Maar bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Ik gebruik hier altijd het licht van het balkon. Het is vrij goed filmlicht, vind ik persoonlijk. Het is nog een vrij warme avond. Morgen wordt weer een warme dag normaal. Ik weet niet precies wat het weer wordt of de temperatuur, maar zullen we morgen wel in de vlog zien. Dus bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up. En morgen wordt een dag volledig in de Formentera. Ik ga jullie gewoon meenemen op ons avontuur. Het wordt een heel avontuur. Eerste keer ooit dat ik naar Formentera ga. Het is mijn derde keer in Ibiza en de eerste keer naar Formentera. Dus ik ben benieuwd. Neem jullie mee.